Sint-Juste. Schaars. Twente wacht af. Sterker nog, Twente wordt gedwongen af te wachten. Larsson. Mooi verlengd. Door Kobayashi. Mooi gedraaid. Prachtig schot. Goede redding, Marsman. Nou, de problemen dienen zich al stel aan deze avond voor FC Twente. Reza is de man die profiteert van de combinatie tussen Larsson en Kobayashi. En een redding van Marsman voorkomt de tegentreffer voor FC Twente. Bococcio. Aan de andere kant ligt nogal wat ruimte. Dragowski. Dan maar zelf proberen. Oh, een slippertje van Mulder. Die bal verdwijnt in het zijnet. Zanelli. Kobayashi. Heeft te veel tijd nodig. Is de bal inmiddels kwijtgeraakt. En uiteindelijk profiteert daar Mokotjo van. En wat een ruimte opeens voor Twente op het middenveld. Dat zich met steeds meer mensen in de laatste 3-4 minuten gaat melden op de helft van Heerenveen. Hier komt de schot van afstand. Dat zou er moeten komen. Idee. Je wacht te lang. Hij liep al lang in positie om het te proberen. Kiest voor de weg voorlangs. Mokotjo. Terravest. Ook een goede trap. En oh, bijna. Oosterwijk. Eerste forse kans voor FC Twente. Na 34 minuten voetbal. Wat voor een. Goeie aanval. Mokotjo, Terravest, Oosterwijk. En dit geeft een boost bij de Twente-fans daar in de uithoek van het stadion. Heerenveen. Met de goal aan de andere kant. Zit hij er uiteindelijk in via Reza. Kousanedjad, Iranier, Fries, beide, hij scoort. Het is de eerste speler van Heerenveen die dit seizoen zijn tweede maakt. Want hij behoorde tot aan nu bij 6 spelers van de thuisclub die er allemaal één maakten. Sam Larsson. Aantal Heerenveen is ook in de muur. Larsson, oh! De buitenkant van de kruising. Met een geweldige vuurpijl. Buiten bereik van Marsman. Ja, een beetje geluk moet je hebben. Feesie dus rechts centraal achterin na rust bij Heerenveen. In plaats van Sint-Juste. En Feesie kan meteen aan de bak. Dit kan ook. Mulder moet opletten. Want er ligt ruimte voor Twente. Binnen 15 seconden via Klieg om te scoren. Hoekschop Twente. Volgende mogelijkheid voor de Tukkers tegen de paal. Terravest binnen een minuut. Twee dikke mogelijkheden voor Twente. Eerst de lob en vervolgens de bal op de paal via Terravest. Ede komt helemaal niemand meer tegen. Maakt hij hem? Nee, hij maakt hem niet. Waarom eigenlijk niet? Hier gaat Marsol. Breed gelegd. Buiten bereik van Marsman is het 2-0. Is het 2-0 voor Heerenveen. Is het Sam Larsson die zorgt voor een verdubbeling van de voorsprong. Uitgerekend in een fase waarin je verwacht dat Twente naast Heerenveen kan komen. Makotje, een mooie opening. Dragowski. Oh, goed gespeeld. Mogelijkheid. Oh, schitterende goal. FC Twente. Chalina meldt zich aan het front. Goeie invalbeurt van hem. Goede lichaamsschijnbeweging op het moment dat hij de bal intrapt. Mulder kiest voor de lange hoek. Chalina schiet die bal gewoon in de korte. En het staat 2-1. En we hebben toch weer een wedstrijd. Yeboa. Oh, ongelooflijk wat dat manneke kan. Als hij wat beter op de been blijft. Is zijn lichtvoetigheid een enorm wapen. Overzicht heeft hij ook, dat blijkt uit deze bal. Klieg. Mokotjo schuift in. Oosterwijk wijst, daar zou die bal eigenlijk naartoe kunnen. Mokotjo met links, durft hij dat aan? Mokotjo! Meter over het doel bij Mulder.
Bijker. Ach, levert de bal zomaar in. Hoe krijg je dat nou toch voor elkaar? Een vrije bal. Twente dat dan tot overmaat van ramp de tegenstoot wil starten op dezelfde plek waar Bijker hem inleverde. En dan komt er ook nog een keer geel. Dat kan er ook nog wel bij. Dat is voor Ter Avest. Die had al geel. Die gaat eraf. Ja. Dit is zijn tweede. En dat betekent dat het restant van dit duel iets makkelijker zou moeten worden voor Heerenveen. Met 11 tegen 10. Larsson, heeft hij dan de beslissing op de voet? Die heeft hij wel, maar die laat hij over aan iemand anders. Keurige goal van Heerenveen, het kan niet anders. Reza neemt hem voor zijn rekening. Voor het eerst sinds 2013 wint Heerenveen weer eens een thuiswedstrijd van FC Twente. Haalt het 7 uit 3 thuiswedstrijden. Daar kan Streppel meer dan tevreden mee zijn. Zijn ploeg gaat naar 8 punten. Twente blijft staan op 6 punten.